Nou, hier zou ik wel een Sinterklaasgericht bij kunnen verzinnen. En bij deze ook wel. We zien hier een magenstelsel van een koe. Die heb ik binnenstebuiten gekeerd, zodat je de structuren kunt zien. Ja, deze Bredase heeft internationaal succes met zelfgelooide koeienmagen. Ik ga dus naar het slachthuis toe en dan haal ik de magen. Die zitten nog helemaal vol. En dan met mijn handschoenen aan en mijn pak aan. Moet ik die door de maagopening helemaal leegmaken. Dat is natuurlijk een heel vies karwei. En iedere keer denk ik ook, dit is de laatste keer dat ik dit doe. Maar toch blijf ik maar doorgaan. Voor de expositie zijn 50 kunstenaars uitgezocht. Bredase kunstenaars. Ja, het is een rijke stad wat dat betreft. Ja, ja. Veel makers. De stad gewoon en de energie die ik van de stad krijg, dat is misschien een goede, dat geeft me wel weer gewoon een fijne manier van werken of goede energie. Ja. Ja, Breda is gewoon een mooie, gezellige, echt Brabantse stad. Ik voel me hier gewoon goed. Dat mensen bijvoorbeeld uit Breda of hier in de omgeving dan iets zo van lokaal kunnen kopen is natuurlijk heel erg leuk. Ja. En dat is ook precies de bedoeling van de bedenkers van de vrolijke en kleurrijke tentoonstelling met heel veel en heel erg verschillende kunst. De titel van dit werk is Color Model 7. Misschien herken je het materiaal, Fimo-klei uit de hobbywinkel. Er zijn er al meer verkocht uit de serie, dus wees er snel bij. En ik vind hem zelf ook erg goed. Tot 7 januari. En kijken zonder kopen mag ook.